Welkom en wat leuk dat u weer kijkt naar U in de Wijk Overvecht. We hebben drie onderwerpen voor u. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen praat verslaggever Paul met verschillende politieke partijen. Dit keer met studenten en starters. Wat kan nou studenten starten voor Overvecht betekenen? Ja, Overvecht is natuurlijk een van de jongste wijken in Utrecht. Leidsterrein daar gelaten en studenten starten is ook een van de jongste partijen in de raad. Dus ik denk dat we daar een hele mooie match in kunnen krijgen. Wat wij in Overvecht zien, wat ik persoonlijk zie, ik woon hier ook zelf in Overvecht, is dat dit een wijk is waar echt nog heel veel zou kunnen gebeuren. Als je kijkt naar het Werkspoorcafé in Zuilen, het Filmcafé, dat soort dingen zien wij in Overvecht ook echt als kans. Als levendige wijk, als wijk waar wat gebeuren valt, waar je heen wilt, omdat er wat te doen is. Als je nou gaat kijken naar de woningen, jullie zeggen nou bouwen maar. Maar de flatbewoners die beschouwen het groen als hun tuin. Dat zijn geen mensen die rijke huizen in Wilhelminapark hebben, die eigen tuinen hebben. Mm-hmm. Willen jullie die tuinen allemaal afpakken van de Overvechten? Nee. Zoals ik al zei, woon hier zelf. Ik weet hoe belangrijk het groen is. Het groen is echt waardoor Overvecht ook leefbaar blijft, waardoor de wijk ademt als het ware. Dus ik denk dat we daar heel slim mee om moeten gaan. Volgens mij zie je momenteel aan de Einsteindrijf wordt de flat eigenlijk gerenoveerd. Hè? Er wordt opnieuw slimmer gebouwd. Nou, dat lijkt me een hele goede aanpak. Dat wordt energie-neutraler, er wordt beter gebruik gemaakt van de ruimte. Ja. En we laten het groen ook een heel deel zoals het is. Ja. Dus dat is een ideale oplossing, denk ik. Jullie zijn nogal voor de fiets. Waarom eigenlijk? Ja, fietsen is natuurlijk gewoon gezond. Maar als ik hier in Overvecht rondloop, vind ik het jammer dat als ik een wandelingetje maak, dat ik heel vaak wegen moet kruisen. Hè, de auto lijkt hier de boventoon te voeren. Ja. Dat is fijn als je niet zo goed ter been bent of misschien veel boodschappen moet doen. Maar ik denk dat we ook heel veel op de fiets kunnen. En daar moeten we echt meer op in gaan zetten. Utrecht als fietsstad is al bekend, maar laten we Overvecht er ook bij gaan betrekken. Als je ziet naar het aantal parkeerplaatsen wat hier bij Overvecht Centrum is. Hier in de wijk, als ik kijk dagelijks, ik kijk uit op een parkeerplaats vanuit mijn huis. Heel veel lege parkeerplekken, ook dagelijks. Ik denk dat we parkeerdrukmeting moeten uitvoeren. Om te kijken wat we hierin kunnen winnen. Want het groen, zoals u eerder zei, heel belangrijk. Als we parkeerplekken weghalen, kunnen we het groen terugwinnen. Overvecht heeft nogal te maken met wat jeugdcriminaliteit, drugscriminaliteit. Wat gaat studenten starten daartegen doen? Nou ja, Overvecht is inderdaad in het algemeen bekend als toen ik verhuisde, zeiden veel mensen, Overvecht, weet je dat wel zeker? Ik heb er zelf nog weinig van gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben heel tevreden. Maar ik weet dat de cijfers er zijn, dus die moeten we niet negeren. Wat wij graag zouden zien is nummer 1 dat we ook gewoon stagediscriminatie gaan aanpakken. Want een deel van criminaliteit is omdat jongeren de kansen niet zien om in een normale werkplek iets te gaan doen. Dus we moeten zorgen dat die perspectieven er zijn. Ja. En dat willen we heel graag aanpakken door veel stagediscriminatie aan te pakken. Maar ook meer stageplekken te creëren überhaupt. Een armoedecoördinator lijkt ons ook een heel goed idee voor echt een wijk zoals Overvecht. Zijn jullie voor de prostitutiezone? Niemand is heel erg fan van die prostitutie dichtbij. Dat zie je heel vaak bij bewoners. Het probleem is dat sekswerk gewoon een erkend beroep is wat legaal is in Nederland. Dus daar moeten wij plek voor maken. Anders verdwijnt de illegaliteit in, de onderwereld. En dan komt er nog meer van dat soort criminaliteit omheen. Wat wij graag zouden zien, er is nu voorgesteld door de gemeente terloops om een heel groot voorziening te maken bij het zandpad, hier vlakbij Overvecht. Ja, dat is op zich positief dat er plek komt, maar we zouden het liever opgesplitst zien in de stad op meerdere locaties. Zodat er geen één grootschalige prostitutievoorziening hoeft te komen. Waarom moeten de mensen in Overvecht, de studenten, de starters, de ouderen, de jongeren op jullie partij gaan stemmen? Nou, omdat wij denk ik grootse plannen hebben voor Overvecht. We zien het heel positief tegemoet. Het is een prachtige wijk als je starter bent. Je bent hier zo de snelweg op naar je werk als je buiten Utrecht werkt. Je hebt station Overvecht. Het is voor studenten en starters betaalbaar, maar wat we vooral voor de wijk willen is een beetje levendigheid, een beetje reuring. Ja. Een fijne wijk waar mensen heen willen en over 10 jaar dat mensen zeggen Overvecht, woon je daar? Oh, ik ben jaloers. Gert Dijkstra kennen we allemaal van het stadspodium in Overvecht. Nu ontmoet ik hem op het stadskantoor. Hij levert daar de papieren in voor een nieuwe partij, 1 Utrecht. Thank you.
We staan hier in het stadskantoor. Gert Dijkstra gaat zijn papieren inleveren voor de nieuwe partij 1 Utrecht. Maar wat heeft dat te betekenen voor de wijkbewoners? Je hebt net een lijst ingeleverd voor 1 Utrecht, politieke partij, een nieuwe partij. Waarom? We vinden dat het huidige stadsbestuur en ook de huidige politiek veel te weinig de kracht van de Utrechters benut. De kracht van mensen, van buurtgemeenschappen, van buurten. Daar kun je veel meer aan overlaten dan dat nu gebeurt. Je kunt ze veel meer zeggenschap geven. Dat gebeurt niet, of veel te weinig. En dat is voor ons een heel belangrijke reden. En een tweede, ook heel belangrijke reden, is dat, en dat wordt niet vaak gezegd, en dat moet wel, is dat de onbetaalbaarheid van het wonen in de stad toch ook echt mede wordt veroorzaakt door het stadsbestuur. Wat ik nog wel wil zeggen, ook naar Overvechters toe, is dat sinds een aantal jaren, gelukkig, na heel veel tegenstribbel, uiteindelijk het stadsbestuur meer aandacht heeft voor Overvecht, dus echt als focuswijk. Meer geld, meer aandacht. Maar dan nog, ik woon zelf in de wijk Oost. Mij valt elke keer weer op dat in de wijk Oost het schoon, heel veilig, direct goed is geregeld. Als je belt, wordt het vuil direct opgeruimd. Dezelfde dag nog als het moet. Er wordt gelijk ingegrepen. Straten worden acuut opgepakt. Fietsstraten worden prachtig gemaakt met bloembakken en al. Daar gaat heel veel geld geïnvesteerd. Als ik dan in Overvecht kijk, is dat nog steeds niet zo. Waarom was jij op deze avond aanwezig? Ik ken Gert Dijkstra. Ik heb hem een jaar of twee geleden ontmoet. En omdat we allebei heel erg geïnteresseerd zijn in het versterken van de burgerparticipatie bij een stadspodium. Dat vond ik echt een ontzettend mooie vorm om burgers actief uit te nodigen. En laatst hoorde ik dat Gert zijn volgende stap heeft gezet met het opstarten van deze partij. En ik vind dat dat van ontzettende moed getuigt en lef. Het is natuurlijk niet niks om jezelf in de politiek te gooien. En ik ondersteun enorm het idee dat burgerparticipatie moet een essentie zijn in politiek bedrijven. En daar wil ik ook heel graag een bijdrage aan leveren. Wat vond jij van de informatieavond? Nou, ik vond het erg leuk om hier te zijn. Om te zien dat mensen bezig zijn met het organiseren van een politieke partij die zich in mijn ogen vooral richt op participatie. Dat bewoners in deze stad weer geloof krijgen in dat ze wat te zeggen hebben. Vind je dat belangrijk? Ja, vind ik heel belangrijk. Want mensen hebben heel veel kennis. Mensen wonen in de wijken. Mensen weten vaak heel goed wat ze willen. Maar dat landt vaak niet bij de gemeente. En ik vind dat dan heel veel kennis van mensen gewoon verloren gaat. En mensen raken natuurlijk gefrustreerd als ze merken dat het niet helpt, zeg maar, als je wat zegt. Het gaat uiteindelijk niet meer over links of rechts. Het gaat om rondom thema's die in dit geval de gemeente Utrecht raken en ons als burgers raken. Dat we met burgers, met experts en ook met mensen uit de gemeente samen bespreken. Rondom wonen, veiligheid. Wat speelt hier? Wat is er voor verschillende delen van de bevolking nodig? En hoe komen we samen tot de best mogelijke oplossing? En hoe maken we ook goed gebruik van expertise, maar ook van de burgers die aan de lijve meemaken wat de impact is van een bepaald beleid? Tot slot, kijk in de andere wijk. Verslaggever Els praat met Bob Schermberg, een overvechter en ondernemer, over de ontwikkelingen van het Werkspoorkathedraal. We staan voor de Werkspoorkathedraal in Zuilen. We gaan in gesprek met Bob Schermberg, de Overvechtse ondernemer die de Werkspoorkathedraal ontwikkeld heeft. Wat heb jij in Zuilen als overvechter met de Werkspoorkathedraal? Nou, ik ben dus inderdaad overvechter, maar ik ben ook Utrechter. En dat verbindt mij met deze plek. Ik ben hier in 2014 voor het eerst binnengekomen. En dan kom je in een oude loods terecht. En dan zeg ik altijd, kunnen er twee dingen gebeuren. Of je ziet de schoonheid en de potentie van de plek. Of je ziet een hele hoop oud staal. En bij mij was dat heel duidelijk het eerste het geval.
Dus ja, zodoende ben ik eigenlijk hier terecht gekomen en aan de slag gegaan. Nou, we hebben eerst een beeld gevormd bij welke kant we op wilden met de Werkspoorkathedraal. En toen hebben we eigenlijk grofweg gezegd van nou, er zijn drie thema's die we belangrijk vinden. Dat zijn werken, leren en ontspannen. In de eerste fase hebben we zeg maar aan de zijkant, in de zijbeuk van de kathedraal, creatieve werkruimtes gerealiseerd, studio's. En vervolgens zijn we heel snel aan de slag gegaan om de hal, de grote hal waar we nu in staan, om die klaar te maken voor evenementen, bijeenkomsten, feesten. Ja, in alle soorten hebben we ze inmiddels wel gehad. Dus dat is de eerste stap geweest, ja. Een van de gedachten die we hadden was natuurlijk ook om zeg maar het werkend en het studerend leven aan elkaar te koppelen. De HKU zat hier met een belangrijke verbinding met de culturele sector. Ja, de zakelijke evenementen die we doen, die hebben we gekoppeld of verbonden met meer culturele evenementen. We hebben theatervoorstellingen gehad, we hebben opera's gehad, we hebben toneelvoorstellingen gehad in het heel klein en in het heel groot. Ja, deze ruimte leent zich eigenlijk voor heel veel verschillende settings en dat maakt het leuk. En wat voor mij wel heel erg, wat het voor mij bijzonder maakt, is dat ja, wij moeten leven van de echte zakelijke evenementen, maar op momenten in het jaar organiseren we dus ook echt voor de stad dingen. En dat maakt dat dit gebied ook langzaam maar zeker ook ontdekt is en denk ik ook wel een beetje omarmd is door de stad. Dat maakt een plek bijzonder, denk ik. Ja. Als je hier in de hal om je heen kijkt, dan zijn er twee dingen die echt duidelijk opvallen. Hè. Hij is ontzettend groot, maar hij is ook ontzettend leeg op dit moment. Dat is zuur. We hebben dit jaar, we keken naar een prachtig jaar met ook weer heel uiteenlopende producties. Dat is natuurlijk als gevolg van COVID in één keer totaal veranderd. We hebben nog nauwelijks hier wat aan evenementen staan. Hele kleine dingen kunnen. We hebben veel fotoshoots. We hebben hier en daar een televisieopname. We hebben eens in de twee jaar hebben we Holland Opera hier met een prachtige voorstelling. Die zou hier geweest zijn. We hebben hele bijzondere bedrijfsfeesten, vieringen van jubilea. Maar het is ontzettend beperkt en dat is ontzettend zuur. Ik hoor heel veel het woord creatief en creativiteit bij jou. Hoe is dat ontstaan? Ja, de creatieve sector die boeit mij enorm, net zoals de culturele sector. Ik kom uit een ondernemersfamilie. Mijn ouders waren eigenlijk altijd bezig met hun bedrijf. En daarmee is bij mij ook wel... Op cultureel gebied is er wel het een en ander achtergebleven. Maar de belangstelling is er altijd wel geweest. En ben ik maar op een wat latere leeftijd ben ik me daar veel meer in gaan verdiepen. En vind ik het juist ook een hele mooie combi. Om te kijken hoe kun je meer de commerciële wereld verbinden aan de culturele wereld. Hoe kun je studenten en bedrijf, bedrijfsmatige leven aan elkaar koppelen. Ja, dat soort combinaties, daar word ik heel erg enthousiast van. Dat kenmerkt het gebied nu. Naast dat het echt een circulair en creatief maakgebied is. Uitgemond is daarin. Ja. Dit was het dan weer voor deze week. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Heeft u een vraag of misschien wel een hele leuke tip? Ga dan naar overveg@uindewijk.nl. Wilt u de filmpjes nogmaals bekijken? Dat kan op uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.